Maar met het mogelijke vertrek van Armenteros en een hoop nieuwe spelers in de selectie is het voor de fans nog wel even gissen hoe Heracles het gaat doen komend seizoen. Ergens in de middenmoot is prima. Oh, ik denk dat ze wel hard mee gaan doen, denk ik, dit jaar. En is dit Gladon die in één keer doorspeelt en de 1-1 maakt. De voorsprong is voor Heracles. De wedstrijd is ten einde. En hij maakt een geweldige goal. Maar er staat wel 1-0 voor Heracles. En bij die bal, die gaat er weer in op vrijwel identieke wijze. En dan is het toch 1-1. Een verjaardagscadeau van Prupper. Kouas, hard geschoten en een geweldige vrije trap. Voorzet Prupper. Zo, de goal! Ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon een hele slechte voorzet was. Ja, hij zeilt over de keeper heen een kruising. Maar ik ben blij dat hij er zo in valt. Tim Breukers is het zat. Een blessure bij Duarte. Nee, dat lijkt me niet goed. Helemaal verzopen hier in Alkmaar. Dat is nog, wordt hij erin gegleden. Als je zo begint aan een wedstrijd, dan sta je inderdaad ook met het gevoel van een achterstand. Nou, dat heb ik zo ook al net eventjes verteld. Dat er gewoon gigantisch zo'n bal, dat we gewoon scheidwakker zijn. Nico-Jan Hoogma gaat ons na een periode van meer dan 11 jaar verlaten. En wordt directeur topvoetbal bij de KNVB. Maar er is ook gewoon een aanvoerder vertrokken van een eredivisieclub van de middenmotor, van Heracles. Joey Pelopessi. De eerste overtreding is daar en het is een pittige ook. En het is ook meteen geel. Het is een end. Een eenmansmuurtje neergezet. En dan is er wel de redding. Oh, maar dan is het nog steeds raak, zou je zeggen. Ja, dan is het dus raak via Tighanouini. Onvrede bij de thuissupporters. Niet naar deze paas, want die is geweldig. En dan zit die bal met een kluts erin. Scoort Peterson met wat geluk. Maar is het de paas van Kouas die dit allemaal mogelijk maakt? Of hij er zo in gaat of iemand anders in je binnenkomt. Dus maakt niet uit als hij er maar in gaat. Heel, 2-2. Ja, dan mag je uit je dak gaan, Brian. Wat een wedstrijd, wat een slotfase. Ongekend. Ik ben hier niet meer.